Vrijdag was het warme truiendag. Op deze landelijke actiedag wordt de verwarming 1 of meer graden lager gezet. De gemeente Castellan doet ook mee. In het gemeentehuis ging de verwarming lager en de scholen is gevraagd hetzelfde te doen. Leerlingen van groep 8 van de Westermarskwallen planten vrijdagmorgen ook nog eens een klimaatbosje in de klimaatvriendelijke wijk Wilderhoornen in Jouren. Het ging om 3 walnotenbomen. Wethouder B. de Winter plantte samen met Regina ter Stegen, directeur van Landschapsbeheer Friesland, de eerste boom. Piet Hielkema van de Westermarskwallen, je hebt nog wel een warme truiendag. Ja, als kwallen hebben ze van nou, dat is een goed project. Met daar heel bewust mee omgaan. De kachel en peer graden leger en warme truien en zijn de kwallen. Je bent bij jou bezig met het planten van het klimaatbosje. Gaan we daar op kwallen praten? Ja, we hebben al even in de voorbereiding wat ontdien. Zijn van ja, waarom doen we dit? Heel stuk bewustwording van de band op gang proberen te krijgen. Het is alweer heel gewoon dat de kachel op 20 graden stiert, lekker warm, 10 shirts in huis. Ze zeiden van nou ja, hoe kunnen we beter met het milieu omgaan? Ze zeiden van nou, daar is nog wel wat slaag te helden met de band. De band die bent er ontvankelijk voor? Ja, ja en nee. In eerste instantie denken ze van ja, het zal mijn ons dorp wel voorbij gaan en het komt al zoals het komt. Maar ik denk als er heel bewust in de klas op praat en de jeugd van de band een eigen verhaal komen en de koppels het nog eens weer om en er is een activiteit zoals je het, dan begint het wel echt te leven. De wethouder zei, ze krijgt van zijn generatie en zijn ouders hebben misschien net zo veel aan het klimaat en het milieu dingen, maar van deze generatie moet het komen. Ja, dat zul je aan allerlei acties. Ik altijd zei is dat de band witte waarom ze bepaalde dingen echt doggen en dat net al even zelfsprekend is. Dan denk ik dat het een hele goede zaak is. Dat deze band en de band van deze band daar ik goede aandacht aan besteden. Je hebt laatst nog naar het museum jou, wat zie je hem dat van? Daar doen we nog een aantal dingen. Er werd nog een film vertoond wat we naar Schengen gingen. We gingen er nog een aantal activiteiten van in het kader van de duurzaamheid als het ware. We gaan daar nog een aantal workshops volgen. En ja, het is ook leuk dat de band net alleen nog joggen, maar ik denk het dwaan. Dit is een leuk toetje op de CITO-wieken. Ja, vorige week de CITO aanronnen en komende week hebben we vakantie. Ze hebben mooi op deze vrijheid vakantie nog een mooie activiteit en wel een leerzame activiteit. En dat is altijd een goede zaak.